hebben jou uitgenodigd voor een spannende ochtend. We hebben hier een klein rallybeest achter ons. Is dat een eerste ervaring? Nee, het is geen eerste ervaring. Vroeger met Robert Droogmans heb ik ooit kunnen meerijden. Met Gilbert Stapelaar, dus lang vervlogen tijden. En ik ben eigenlijk wel eens benieuwd of er een evolutie is ook in die auto's. Dus pakweg 20 jaar geleden dat ik in een rallywagen gezeten heb. Dus, Want je bent een echte autoliefhebber. Ik ben een autoliefhebber. Niet maniakaal, maar ik rijd graag met de auto. Ik kan natuurlijk niet met de auto rijden zoals deze jongens kunnen rijden. Want straks ben ik van overtuigd, het wordt weer een les in nederigheid. Danny, een ritje met de R5 Hyundai WRC rallywagen. Vijf minuten adrenaline. Onwaarschijnlijk. Dus je moet echt even bekomen. Er kan denk ik geen enkele rollercoaster tegenop tegen de sensaties die je ervaart. En die piloten zijn echt ongelooflijk. Ik heb het altijd gezegd en ik blijf erbij. De rallypiloten zijn de beste piloten die er zijn. Dus je moet met zoveel elementen rekening houden. Anticiperen op alles wat er gebeurt. Die weg is... het is niet te vergelijken met een circuit waar je weet waar je aan toe bent. Het is onwaarschijnlijk. Voor de rally vandaag? Ja, het is een kick zoals je er zelden in kan beleven. En het is een les in nederigheid. Hè. Als je daar uitstapt en je hebt gezien hoe die mensen kunnen rijden met de auto. Met wat voor een snelheid. En ze tot op centimeters na weten hoe ze die auto moeten plaatsen.